Hallo kikkers en welkom weer op een nieuwe gameplay seizoen 1 episode 2 van Planet Coaster. Ik heb een prep hike weer al gedownload, jawel dames en heren. Hier is Funfair Time in Harbor City. Ik heb ook al die dingen sandboxes gedownload. Dus we gaan eens even kijken als alles ook goed bolt. In de Steam doet soms wat moeilijk. Al de abonnementen waar ik tussen van die prepbike waar ik ben op geabonneerd, ben ik weer gewoon kwijt. Hoe kan dat gewoon? Ik snap dat niet. Pam, pam. En dan gaan we hier eens even luisteren naar hun beschrijving. Het is nu kermistijd in Harbor City. Er zijn nieuwe functies en effecten toegevoegd aan de spooktrein House of Horror. Je kunt dit park in sandbox modus spelen zonder geïrriteerde afzeggingen van verkopers en ander personeel. Ze hadden veel promotie gekregen en verdienen veel geld in dit park, dus je kunt gemakkelijk spelen. Al het personeel is blij smiley. Beschrijving van Harbor City: dit is een park geïnspireerd op de Duitse Noordzee. Het bevat een haven, een overzeese haven, een strand, een camping, een stad, een luchttoren, een monorail met 5 stations en meer. Dankjewel, Google, om dit even te zeggen. Dus we gaan dus naar het Funfair Time in Harbor City. Dus het is een kermis dingen wat ik hoor. Dus ja, we gaan het eens zien. We gaan het eens echt zien. Daar is ook weer al heel veel tijd in gestoken in deze leuke theme park of kermisattractie park of hoe je dat ook juist ook noemt. En ik heb het al juist al eens goed ingeladen, dus dan moet het ook niet meer zo lang duren. Ik dacht dat de achtergrond al wat aan het veranderen was. Nee, dus waarom dat deze episode ook wat vervroegd online is gekomen, is omwille van dat ik op die dag dus geen... Allee, hoe moet ik het zeggen? Dat er niets gebeurde op mijn YouTube-kanaal dus, maar ik wil dat er echt elke dag dat er wel iets gebeurt op mijn YouTube-kanaal. Dat is eigenlijk de bedoeling, dat die echt actief blijft, dat er dus elke dag wel eens iets te beleven valt op mijn YouTube-kanaal. Deze ga ik sowieso ook nog integreren ook op mijn website www.cycletv.be. Daar kun je ook dan alle informatie ook terugvinden van deze pretpark. Dus ook met welke objecten dat we hebben gedaan. Dus een collection. De link naar de Funfair Time in Harbor City zelf ook nog sturen van Steam. De description gaat erop te komen te staan. Deze gameplay video gaat er ook dan op staan. En dan ook, ja... De vermelding naar de maker. Deze is bijgewijd op 30 september 2017. Dat is ook alweer al even geleden. Om 4 uur s'nachts 08. Oh, 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 oh. Wow, wow, wow. Hier is hem al. Ja, ik zie het. Er ontbreekt altijd wel eens iets. Er ontbreekt wel altijd eens iets. User audio files. Oké. Okay. Dat stond niet bij de beschrijving. We zullen dus al eens even alles kijken van... Amai. Een mooie oppervlakte. Heel mooi benut. Met een hotel precies daar zo in het midden. Hier zo. Een mooi hotelletje. De... HSBG Hotel. Oké, okay. En dit is een hele leuke... hoe moet ik het zeggen? Oh, die gaat net beginnen. Die gaan we meedoen. Die gaan we meedoen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. En een kermis bezoeken is altijd heel leuk. S'nachts. Oh my god, daar gaat ook nog eens over kop of wat? Nice. Ja, ik moet het nu wel zo even doen met rollercoasters of echte attracties.
Weet je wat ook wel eens leuk is kan zijn? Als er eens iemand Hasselt kermis eens na kan bouwen. Oh my god, echt waar. Een mooie spinnings. Ja, mooi, mooi, mooi gedaan. De high energy. High energy. G. Een hele mooie. Ja, ik weet niet juist hoe je zo'n attractie moet noemen. Blijft ook nog eens mooi in de lucht staan. En daar gaan we terug naar onder toe. Yay. Oh my god. Spook. Spookachtige entertainmentjes. Nice. We gaan eens even kijken wat voor attracties als deze pretpark allemaal heeft gebouwd. Dat is, eens even kijken, jammer dat je dat zo niet naar het midden kan sturen. Skytoner S-Bahn. Oké, eens even kijken wat dat is. Ah, dat is het soort monorail, dus dat je van één plaats naar de andere plaats kunt gaan. Oké, maar die kon ik even niet verplaatsen. Wel ook, heel mooi ziet, dat is ook die city, hier van onder. We zullen eens even daar naartoe gaan. Oh my god, met een vuurtoren nog wel. Oh my god, dat is wel heel mooi gedaan. Met een vuurtoren nog wel. Oh. En dan nog een mooi padje voor daaronder door. En daar nog eens naar boven toe. Een strand. Amai. Dat is ook wel heel mooi gedaan. Met boten. Hopelijk wel. Oh, een camping. Is dat een boot? Wat is dat? Wat is dat? Ah, een... Huh? Een boat. Kijken wat hij dat doet, wat dat dan doet. Ah, oké. Okay. Kun je dat dus echt gaan aanpassen. Wauw. Oké, okay. Dan. Ik kan niks aanpassen aan deze pretpark, dus up, weg. Ja, blueprints heb ik ook bijgekregen hier in Planet Coaster. Oh, ziet dat dus een hele mooie boot, een mooie haven. Die gesloten is nu. Kunnen we daar ook van... Naar van boven. Even kijken. Wat hier is. Ah, dat is een soort dam. Wauw. Wauw. Echt heel mooi gemaakt. Echt wel heel mooi op de details en al gelet. Hier ook. Mooi die regentonnetjes. We zullen eens... Ik ga eens even dag maken. Is nu juist dag aan het worden. Voilà, wacht, we gaan 5 nemen. 5. 00. AM. PM dan. Oei. 6 uur. 7 uur. Dan is het al naar de nacht toe, ja. Pak dan 1 uur, hè. Voilà. Oeh, ja. Heel mooi die regentolletjes, jawel, ziet dat dus aan. Echt mooi in de details afgewerkt. Wauw. Nice. Dat is gewoon. En dan komen we hier ook aan een soort fabriek. Hier zal dan wel het materiaal dan wel binnenkomen van de pretpark. En dan schepen ze hier aan en hier laten ze dan misschien het materiaal dan wel uit. We gaan eens even naar boven toe scrollen, dat er wat over de view is. Hier hebben we terug een Wild Mouse zeker. Een soort, ja, Wild Mouse! Voilà, Wild Mouse! We zullen die eens ook eens... Hier is de decoratie en al. Hier zit ook van allerlei verschillende decoratiekjes in en al. Dat is heel mooi afgewerkt. Je ziet weer zo'n object. Is dit ook een object? Ja.
Is echt heel mooi afgewerkt. Is heel schoon gedaan. Dat zijn allemaal verschillende objecten waar hij mee heeft en heeft toegevoegd. Gaan we eens daar eens met een kaartje eens mee rijden. Ja, deze gaat nu juist beginnen. Oké. We zijn nu aan de hill. We gaan ook sowieso tijdens de avond gaan we ook wel deze pretpark bezoeken. Ziet, daar zijn ook al heel veel camions klaar voor weer al wat achtbaantjes of zo te bouwen. Wie weet. Oh, lekker soepel. Gaan we ook draaien. Daar is de wildmuis wel gekend voor, hè? Dat die ook zo spint. Gaat hem spinnen. Oh, lekkere airtime. Wauw. Nee, die heeft geen spinningsgraad. Dat vind ik wel een klein beetje wel jammer. Het gaat ook wel redelijk snel. En dan mooi in de remmen. Heel mooi. Maar de remmen mochten toch nog wat iets soepelter zijn. En dan zag ik hier. Hier zat dan ook weer al die begaamde vrachtwagen. Voor het terug in te laden. Wow. We zaten onder de grond. Sorry. Ziet er wat mouse. En wat dat inhoudt, dat weet ik ook niet. Ah, hier staan ook vrachtwagens. Ah, hier heb je ook nog winkeltjes. Voor te kunnen eten. Oh, hier heb je dus zo'n show en al met... Kijk, even zo doen. Ja, ziet dus... Oh, drinks. Milkshakes. Cocktails. Oh, lekker. Oh, met een pompoen. Wel heel mooi gemaakt hoor. En dan kun je hier ook nog eens een lounge. Een VIP lounge nog wel. Wauw. En dan heb je daar ook nog een stadion en een podium waar dan op kunnen getraind worden. Ja. Dan zijn we terug buiten. En dan gaan we eens weer al eens. Dan hebben we hier een leuke freestyle. Dat is zo gelijk. Hoe moet ik het zeggen? De sledgehammer van Bobby Aanland. Wauw. En ik zeg, ik ga je één zeggen, die decoration is echt mooi. Hier is dan zo de ingang. Hier staat een personeelslid. Ride ticket booth, lol. Ik heb wel niet veel volk op, precies. Oh, dan heb je hier ook nog de begaamde botsauto's. Wauw. Wat hebben we dan hier nog? Oh, hoe noemt dat? Oh, hier. Als dat op Hasselkermis staat, ga ik echt spijt hebben. Want zo'n attracties doe ik graag zo met die armen. Oh, en dan zo over kop gaan. Zullen we dat eens laten testen? Ja, we zullen dus laten testen en dan zullen we er eens in gaan. Dus dan weten jullie ook wat ik daarmee bedoel. Ik wil zeggen, geniet maar van de ride. Oh my god. Here we go! Jawel! Oh, lekker. Zit het wel op het hoogste? Zalig. En hoor dat geluid ook eens van die machine, man. Zalig. Oh, kan ik van genieten. En dan zo op zijn zijkant. Dat je zo wat licht. En dan op die andere zij. Ga je al echt al over... Ja, nu gaat je echt over de kop. Ja. Nu is hem echt in gang geschoten. Oh, zalig.
Oh my god, nee! Ah! Dat kan ik zelfs in schreeuwen. Oh my man, dat is wel. Friet, hi! Friet, hi, hi, hi. Holy shit, man. Heel rustig. Dan gaan we nog een keer of wat? Nee. Ah. Want daar is het meteen een bazotje hoor. Een hele schone attractie. Mooi, mooi, mooi. Wat hebben we dan hier nog? Dat is hier de popcorn stand. De frietjes en al. Oké, dat is ook wel lekker. En dat heette Skytrip. De Skytrip, dat was een hele leuke trip. Van de Skytrip heb je hier dan een leuke reusrad. Ja, en een reusrad, ja, daar gaan we niet zo rap wel in hoor. Dan gaan we de wandelpad volgen. Dan komen we hier in een burgerkraampje tegen. Mooi, leuk. Dan hier weer. Zit echt wel op de details en aangelet, hè. En daar hou ik echt van. Hè. Zit hier ook voor die attractie op te bouwen. Wauw, echt geweldig. Geweldig. En wat dat is. Ah, dat is een soort speelpaleis voor dingen dan zo erin te gooien of tegen te gooien, noem maar op. Oh, hier hebben we dan ook weer zo'n. Allee, hoe noemen ze dat? Een entertainment programma mens. Waar gaan we dan nu naartoe? Oh, hoe noemt dit hier? De Tourbillon. Deze is net uitgeleid. Dan gaan we eens kijken. Als iedereen. Ja, iedereen is nu buiten. Dus de poortje voor naar binnen te gaan. Die is open gegaan. En het schip wordt nu gevuld. Voilà, ik zit er ook in. Ik zal zeggen, geniet er maar van. Geniet van de attractie. Oei, ja. Dat betekent dat de attractie vol zit en dat betekent dat we ook zometeen gaan vertrekken. Voilà, we zijn vertrokken. Oh, lekker. Direct al over de kop. Twee keren. Drie. Oh, zalig. Vier. Oh, die heeft zo allerlei soorten spins en al. En ik gooi mijn koptelefoon eruit. Dat is niet goed. En dan ga ik hier weer een minuutje krijgen, hoogstwaarschijnlijk. Nee. Ja. Oké. Dat was de Tourbillon. Dus en dan gaan we zo terug weer al verder in het pretpark. Wat is daar weer over, hier voor iets? Hè? Ah, voor ballonnen en dingen te gaan. Dat is zeker voor de wc's. Ja, de toiletten. Oh. Echt waar, die toiletten zijn hier ook wel echt heel mooi afgewerkt. Ziet dat eens aan. Wauw. Suiker, spinnen, donuts en ice creams. Lekker. Hotdogs hebben we hier ook. Oh, hebben we hier echt een. Oh, ja, die moeten we doen. Die moeten we gaan doen. House of Horror. Hè? Ik hoor wel een notteke die pas begint. Voilà.
Nee, dat was de derde. Oké. Deze gaan we al niet zo ultra rap. Wow, nice met die bliksem. En dan de regen die omlaag valt, dat omhoog ging. Gezichtsbedrog. Ah, fucking hell man. Oh, cool gedaan. Oh, dat is echt cool gedaan. Dat is echt cool gedaan. Maar jammer dat er, normaal gezien zit hier ook dan muziek achter en al. We zitten in een kamer. Met ratten. Ratten. Eeuw. En dan komen we in de volgende kamer. Waar gaat. Oh, fucking hell. Dat is wel echt heel mooi gedaan. Heel mooi gedaan. Ja. Nou, hier hebben we een manneke met een pijpje. Die doet ook precies iets. Ja. Hier hebben we dan een doodskop. Wauw. Hier hebben we dan nog eens die hele grote vis nog een keer. Maar dan aan de andere kant. Oeh, hier hebben we ook precies iets. Met vleugels. Oh, dat is een brave. Oeh, vleermuizen. Favoriet. Allemaal vleermuizenkes. Wat is gewoon gedaan. Steek mij niet neer, hè? Steek mij alsjeblieft niet neer, meneerke. Ik ben braaf geweest. En dan gaan we weer naar een volgende kamer toe waar heel veel vleermuizen zijn. Mooi geprojecteerd. Oh, hier zijn graven. Wauw. Hier weer zo'n wachter. Komt hier iets uit? Nee. Oh, we zijn terug buiten. Jammer. Het was wel een leuk spookkasteel, moet ik wel eerlijk toegeven. Het was wel heel leuk. Resultaten. Het duurt 139 seconden. Het is 246 meter lang. Gemiddelde snelheid is 5 km per uur. De maximale snelheid is 5 km per uur. Voilà. Een heel mooi spookkasteel, moet ik wel eerlijk toegeven. Mooi gebouwd en al. Is dat ook een attractie? Ik weet niet. Of is het puur decoratie? Ja, dat is puur een monument. Oké, monumentje. Kan. Dan hebben we nog de Sams. Sammy Worst, de Braatwurst, Sammy's Braatwurst. Dan hebben we hier nog een mooie kerk. Wauw. Waar de mensen kunnen trouwen. Is er dan nog iets heel leuks op deze plein? Hier heb je nog een carouselke. Oh, hier heb je zelfs nog een haven. Is dat nog een uitkijktoren? En dat is nog een Sky Tower. En daar kun je dan over de ganse pretpark ook wel kijken. Ah, daar zitten ook mensen in. Hallo. Oh, aan die kant weer al niet. Daar heb je de watertoren. Zag je het? En die staat helemaal van boven. Dat is heel mooi. Ah, ik kom nu naar beneden toe. Ziet dat dus aan van de pretpark view. Heel mooi gedaan. Ik moet het eerlijk toegeven, daar is echt tijd in gestoken. Dan gaan we nog eens even kijken richting nacht.
Nee. Nacht. Pak 20 uur p.m. Dat is 8 uur. Pak 9, 10 uur p.m. Dan is het donker, ja. Dan is het donker. Dan gaan we eens, oh, heel mooi verlichten, die Sky Tower. Hier ook een heel mooi restaurantje. Met een soort monorail of zoiets. Gaan we vertrekken of niet? Ja, kinderen gaan er ook aan mee. Er komt veel volk op af, precies. Maar ze staan weer al in de rij, dus dan gaan we waarschijnlijk direct vertrekken. Ja. Turkije gaat toe en dan kunnen we vertrekken. En dan hebben we eens een viewke over de pretpark zelf. Hey, ja, dan moesten ze ook een soort echt eens aanleggen, dus zoals op een grote kermis. Zo een treintje van punt A naar punt B en dan daar zo tussen stationnetjes plaatsen. Kom wel aan bij de volgende baron. Oh, dat is wel snel dan, hè. Oh nee, toch niet. Ik ga je één ding zeggen, het is wel echt heel schoon gemaakt door deze pretpark. Oké. Okay. Dan heb je hier ook nog een hele leuke attractie. Ik ga je één ding zeggen, de belichting en al is ook wel echt heel schoon gedaan. Moet ik wel eerlijk toegeven, hier heb je nog iets van ballonnen. Ah, een tankstation. Cool. Mooi geïntegreerd. En dan heb je hier ook nog. Oh ja. Ik kan je één ding zeggen. Ik geef deze pretpark, of beter gezegd, deze kermispark. Have a nice day. Hoeveel logo's zullen we deze geven? Deze gaan we er deze keer ook wel al integraal in plakken. Nog niet de zwart-witte logo's. Ik vind dat er redelijk wat tijd is. Overgegaan. Jammer dat er maar 1 en 8 baan in staat. Ik had er wel iets meer van verwacht. Zullen we het een hele mooie 3 keer geven? 3 dogels, die staan nu in beeld. Ik vind het echt heel mooi gedaan. Wauw. Van lichte effecten en al ook nog bij de spookkasteel. Nice. Ja. Dit was dus de pretpark. Funfair Time in Harbor City. Ik hoop dat jullie het ervan hebben genoten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het pauwje te drukken. Dat blijf je op de hoogte. Wanneer dat er een nieuwe gameplay movie online komt van Planet Coaster. En hier onderaan is het dan het bliksemen bij mij. Zelfs word ik nog neergebliksemd. Nee hoor. Mensen, ik hoop dat jullie het er hebben van genoten. Laat een reactie achter hoe jullie deze pretpark vinden. Waar je deze pretpark ook vindt, vind je hier onderaan in de beschrijving. Voilà. Ik zal zeggen, we gaan nog één attractie erbij nemen. Die nu al aan het bollen is. Niet cinematic. Ik wil in een seat zitten. Zeg dat niet waar is. Ik zeg dat niet dat die net gedaan is. Ja, oké. Okay. Ja, die is net gedaan. Ah, oké. Okay. Tot later allemaal. Yo, 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 yo.